Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatieinstituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. COVID-19 management team is niet stil blijven zitten. Hoe houden kleine ondernemers zich staande tijdens COVID-19? En COVID-19 situatie vereist geen achterloze houding. Het Nationaal COVID-19 Management Team is op woensdag 8 april voor het laatst bij elkaar geweest met de media. Gedurende de afgelopen paasdagen is het managementteam echter niet blijven stilzitten. Het was een periode waarin onder meer het aantal genezen personen steeg naar 6. Dit laatste, de repatriatie van ingezetenen uit het buitenland en de start van het B-streamingproces, waren enkele onderwerpen waarover de pers vanmiddag tijdens de reguliere persconferentie werd geïnformeerd door het managementteam. Het is een burgerlijke uitzonderingstoestand, niet een militaire uitzonderingstoestand. Dus het volk en de volksvertegenwoordiging willen de zaak monitoren. Hebben we daar geïnstalleerd de parlementaire crisiscommissie. En met de parlementaire crisiscommissie zitten alle politieke partijen, de fracties zitten in de parlementaire crisiscommissie. Dus breed maatschappelijk zijn alle politieke gelederen in de parlementaire crisiscommissie. En gisteren hebben wij voor het eerst onze verantwoording gedaan aan deze parlementaire crisiscommissie. En heeft de regering gerapporteerd na 30 dagen evaluatie, eerst in het parlement. Dit hebben we gedaan, net als hoe ik nu alles voor u heb gezegd, heb uitgezet voor u. Dit hebben we 30 dagen gedaan. Hebben we als eerst gedaan gisteren in het parlement. En het was een hele goede sessie, mag ik u zeggen. Heel wat vragen, maar voor ons allemaal heel wat geruststellingen. Maar dan komt het. Waar wij net dachten, we gaan de gemeenschap feliciteren. Er zijn zoveel mensen genezen. Wat zien wij gebeuren? Al een week of twee weken. Aan onze grenzen zijn er extra bezorgdheden. Er zijn bezorgdheden van zoveel soorten aard. Zodanig dat wij binnenkort, en wij denken dat vrijdag aan de gemeenschap openbaar te maken, dat er wat serieuze vraagtekens en serieuze zorgpunten zijn bij onze grenzen. Zij het Guyana, Frans-Guyana, Brazilië. En dat moet op een andere en wat striktere manier aangepakt worden. We kunnen de gemeenschap niet opzadelen met een vrees dat er poreuze grenzen zijn, alhoewel de grens een grote uitdaging is, 500 zoveel kilometer. Dan nog moeten we ons best doen met de minimale capaciteit, niet minimaal, maximaal dat we hebben aan capaciteit, maar het minimum dat we hebben eenmaal, dat we toch het maximale proberen eruit te halen. Om die grens zoveel mogelijk te monitoren, samen met de Fransen, samen met de Guyanezen. Vandaag zat ik in de CARICOM-meeting namens de president met de president van Guyana. Buza heeft onlangs contact gehad met Frans-Guyana. Hoe gaan we samen patrouilleren? Dus daarvoor gaan we de volgende maatregelen, mag u verwachten, na deze evaluatie. Eerste heb ik u net gemeld. Dat is een operatie die uitgevoerd gaat worden. Marowene en het zuidelijk gebied. Nikeri en in principe de grens, laten we zeggen de rivieren en de zuidgrens. Overste Vera gaat straks in technische detail aan u aangeven wat het allemaal zal inhouden. Maar het gaat veel strakker moeten. En dat is dan onze nieuwe bezorgdheid. Alhoewel we hebben gezien dat zijn mensen genezen, komt er een dreiging van zoveel malen meer. Dus we kunnen niet verslappen. Ook onze gemeenschap vraag ik niet te verslappen. Want ik zie mensen rijden dan leuk op straat allemaal. In de ochtend zijn ze misschien vergeten dat er 2 meter nodig is.
Zijn we vergeten al dat soort zaken? Dus 10 mensen. Dus ik vraag dat we alert blijven. Dat er een dreiging is vanuit de grenzen. We moeten het gewoon hier open en eerlijk aan u kunnen voorhouden. Wees u alert. De regering heeft de oplossing. Daarvoor hebben we weer vooraf al zaken voorbereid. Daarom zijn we gisteren naar het parlement geweest. We hebben met de epidemiologen en de virologen die hebben gezeten. En die hebben het beeld aan ons gegeven van kijk de dreiging hier, regering. U gaat wat moeten doen. Anders kan het niet zo mooi uitzien. Dus u mag verwachten dat wij een presentatie voor u zullen hebben vrijdag voor door de medici, zodat u een goed beeld heeft van wat er aan de hand is. 2, dat er een operatie komt. Strakkere operatie bij de grenzen, de rivieren en de zuidgrens. Dat wij regelmatig contact zullen hebben met de parlementaire crisiscommissie. Dat wij de bewustwording van het achterland sterker zullen opvoeren met het traditioneel gezag, met de DC's. Als u denkt dat er een overledene van Paramaribo naar het zuiden gebracht zou moeten worden of omgekeerd, dan gaan we dat allemaal moeten bekijken of het werkelijk kan. We begrijpen de gevoeligheid cultureel, traditioneel, maar mensenlevens besparen is onze hoogste prioriteit op dit moment. Zoals u reeds weet, zijn 6 personen in Suriname genezen verklaard van COVID-19. Deze mensen zijn onlangs 2 keer negatief getest en zijn overgeplaatst naar thuisquarantaine. Zij worden in thuisquarantaine verder gemonitord. Er zijn dus geen COVID-19 patiënten op de intensive care unit van het RKZ. 3 patiënten zijn nog op een speciaal voor hen bestemde verpleegafdeling in het ziekenhuis. De toestand van deze patiënten is stabiel en zullen spoedig ontslagen worden uit het ziekenhuis. Vandaag, dag 15, zijn de passagiers die zaten op de vlucht vanuit Belem op 30 maart jongsleden uit quarantaine gehaald. Ze hebben de fysieke exit screening ondergaan door het BOG. Ook zijn er 9 contactpersonen van patiënt nummer 9 uit quarantaine gehaald. Vandaag hebben we wel een hele ongemakkelijke situatie gehad. De vorige keer dat ik deelnam aan de persconferentie, had ik ook al een beroep gedaan op de patiënten. De mensen die bellen naar 178 en die duidelijke klachten hebben, die kunnen duiden op COVID-19. Dus griepklachten, hoesten, hoge koorts. En worden aangegeven door het 178-team om thuis te blijven totdat de ambulance is geweest om het onderzoek te verrichten of om hun op te halen. Blijken ze toch niet thuis te zijn. Vandaag is dat ons 3 keer overkomen. De ambulance is uitgereden en de mensen zijn niet thuis aangetroffen. Als ze op hun mobiel worden gebeld, geven ze aan, we zijn er zo. We willen een beroep doen vanuit volksgezondheid. Als u belt naar 178 of er wordt voor u gebeld en u heeft klachten, blijf thuis. Door met uw klachten toch te gaan winkelen of toch de straat op te gaan, brengt u ons alle in gevaar. Verder is het nog steeds het advies van het ministerie van Volksgezondheid dat gezonde burgers geen maskers hoeven te dragen ter bescherming van zichzelf. Indien het ministerie van Volksgezondheid over zal gaan tot face masking bij een community spreading, zal de samenleving van tevoren geïnstrueerd worden hoe zo'n masker op te zetten, adequaat te gebruiken en weer af te zetten. Dat was voor het ministerie van Volksgezondheid onze statement. Hoewel aangekondigd was dat de scholen vandaag weer zouden opengaan, kan dit, helaas gelet op de huidige stand van zaken met betrekking tot COVID-19, niet doorgaan. De partiële lockdown is met 2 weken verlengd en de criteria voor wat betreft social distance en groepjes van 10 en de hygiëne, die zullen nog lang van kracht blijven. Intussen zijn er al een aantal leerkrachten op verschillende niveaus proactief begonnen met lespakketten samenstellen voor hun leerlingen of op een andere manier bezig geweest om hun leerlingen te bereiken met oefeningetjes en
via de appgroep. Wij als ministerie hebben ook van verschillende kanten, zowel vanuit Suriname als vanuit het buitenland, suggesties ontvangen voor wat betreft afstandonderwijs. En we zeggen daarvoor iedereen hartelijk dank. Maar u zult begrijpen dat er vanuit het ministerie zoveel mogelijk een uniforme aanpak moet komen. Inmiddels hebben we de schoolleiders en directeuren aangeschreven met de volgende instructies. Elke leerkracht maakt een WhatsApp-groep van de klas door tussenkomst van de ouders, vooral wat de basisschool betreft. Dagelijks wordt de leerstof met opdrachten voor die dag aangeboden vanaf 8 uur 's morgens met de bijbehorende instructies. En het correctiemodel wordt de volgende dag samen met de andere leerstof opgestuurd. U begrijpt dat de ouders en eventueel oudere broers en zussen van het gezin een heel belangrijke rol zullen spelen om de jongere kinderen daarbij te begeleiden. We vragen aan de ouders om zoveel mogelijk vragen te stellen op een vast tijdstip dat de leerkracht zal doorgeven. Bijvoorbeeld, ik ben van 5 tot 6 middags bereikbaar voor vragen over de opdracht. De WhatsApp-appsgroep zal uitsluitend gebruikt worden voor het versturen van de lessen. Voor de leerlingen, waarvan de ouders niet via WhatsApp bereikt kunnen worden, zullen er individuele afspraken gemaakt worden en zullen er aparte lespakketten gemaakt worden. We hebben ook een survey rondgestuurd naar alle leerkrachten en directeuren om precies te weten wat de stand van zaken is, zowel met betrekking tot de randvoorwaarden, internetfaciliteiten, maar ook voor wat betreft de kennis in zaken bepaalde programma's die we zullen gebruiken. Onder andere Zoom of Moodle. Zijn de leerkrachten daarvan op de hoogte? Omdat we dus anders ook trainingen zullen moeten geven voor die doelgroep. Voor wat betreft de uitzendingen per televisie. Ik moet allereerst mijn verontschuldigingen aanbieden voor de fake berichtgeving die zijn rondgestuurd hieromtrent afgelopen week. Ik wil er dan ook op wijzen dat een bericht waaronder anyone kan schrijven, ministerie van Onderwijs, maar dat niet getekend is, ook niet als serieus genomen moet worden. Want de berichten die vanuit het ministerie uitgaan, die zijn of ondertekend door de directeur, of ik kom het zelf hier als minister afkondigen. Dus als mensen op andere manieren informatie rondsturen, dan betekent dat niet dat het van het ministerie is. De COVID-19-pandemie, welke de wereld momenteel teistert, treft nagenoeg iedereen. Ook in Suriname zijn wij niet gespaard gebleven van de gevolgen. De verregaande maatregelen om verspreiding te voorkomen zijn ook van invloed op de bedrijfsvoering van kleine ondernemers. Hoe treft de crisis deze groep en hoe houdt zij zich staande? Nou, om ten eerste te beginnen met het COVID-19 ding. We zijn sowieso voorbereid daarop. Daarmee bedoel ik dat we onze handschoenen hebben. We hebben onze neuskapjes. En alcohol, palm en sanitizer. Elke klant die binnenkomt is sowieso noodzakelijk dat je je hand was voordat je de zaak binnenkomt. En qua de maatregelen, qua de tijd en dat soort dingen zijn we dan eventjes aan het overwegen wat we eigenlijk kunnen doen en wat we nog kunnen doen voor 6 uur, 7 uur als het ware. Dus we zijn sowieso eerder open.
En dan, ja, die opkomst is sowieso slapper. Slapper. En men is ook bang dat het coronavirus ding dat wordt overgedragen in een barbershop, een gesloten ruimte. Dus die aanloop is sowieso minder geworden. En de situatie in het land maakt het dan nog trager dan het ook alweer is. Het financieel, dat is het hoogste. Continuïteit van die klanten, klantenkring. Kijk, als ondernemer gaan we niet van dag tot dag lief. We sparen, dat is één. Op dit soort dagen zijn we sowieso voorbereid. Dat COVID ons heeft verrast, dat we dit soort dagen en dit soort scènes gaan uit de weg kunnen gaan. Want er kunnen ook dagen zijn dat er bijvoorbeeld, los van die COVID en die lockdown, andere stressperiodes komen waardoor je geld gaat moeten inzetten. Dus we kunnen het nog een beetje volhouden, maar hoe lang? Nou kijk, hier in de barbershop zitten we dan op afstand van elkaar. Dat is sowieso. Wat we nog doen, de klanten die we krijgen, we laten dan 2 personen per keer naar binnen komen. Eén zit op die ene stoel van mijn collega, één zit op mijn stoel. Voor de rest wachten ze dan gewoon buiten. Er is genoeg wachtplek buiten, dus dat social distance ding is van toepassing hier. Jammer, want niemand wil ziek worden. Merendeels werken we dan alleen op afspraken. Wie toevallig langskomt of toevallig binnenkomt, volg je dan gewoon je beurt eventjes om geholpen te worden. Maar niet dat we, dat is hoe we het gewoonlijk zijn te doen, druk op barbershop en dan klanten afhandelen. We doen het dan per klant. Kijk, ik kan me ergens in vinden aan die toepassing die ze hebben geïnstalleerd of hebben aangepast. Maar het geldrelatie stopt daar ergens. Het komt gewoon dat er is een maatregel gekomen om COVID. Maar COVID op zichzelf houdt geen rekening met daar alles wat er omheen, om zich heen gebeurt. Dingen die moeten. Dus we zijn eventjes aan het toveren om het zo te zeggen als ondernemers. Hoor, om dingen toch bij elkaar te krijgen. Anders zitten we dan met grote schande. Als het ware, want je kan niet naar hier komen en dan zie je van, hé, er is geen licht. We moeten betalen, we moeten stroom betalen, we moeten water betalen, de huur moet betaald worden, we moeten schermen kopen, we moeten dat kopen. Dus in die korte tijd dat we krijgen tussen 's morgens en 6 uur, 7 uur, werken we als opgevoerde robot. Ja, alleen om het te redden. Hoor. Ik heb genoeg collega's. We hebben genoeg contact, we hebben genoeg gesproken. Anderen, wanneer ze me zien, proberen we dan een alternatief te zoeken. Wat we nog kunnen doen, wat we anders kunnen doen, wat we bij kunnen doen om toch uit te komen. Maar bij anderen lukt het, bij de anderen lukt het weer niet. Anderen hebben zelf al opgegeven. Blijf bij je huis. Dat is het allerbelangrijkste. Als je moet werken, ga naar je werk, ga weer naar je huis. Er is niks anders op straat te zoeken nu. Dus kom over straat, maak je geld en ga weer naar je huis. Suriname heeft deze maand, hoewel wij het niet hadden gewild, een COVID-dode moeten betreuren. Daartegenover staat dat van de 10 besmette gevallen intussen 6 zijn genezen. Het gaat hiermee hopelijk de goede kant op, maar dat neemt niet weg dat wij achterloos met de situatie moeten omgaan. De vereiste hygiënevoorschriften dienen nu meer norm dan uitzondering te zijn. Wasi of kriyu anu fosi en baka alasani sayedu. Sorgu dat yu ne tuka nangasma, vooral te yu of de abikosu no sokosokoso. Doe niet stoer en begeeft u zich niet per vergissing na 8 uur 's avonds op straat. Voorkom onnodige confrontatie met de politie die moet toezien op controle tijdens de partiële lockdown. Mimre dat palanti gis koutu nanga surdati tuwiki moro primisi fuhori aitap strati. Laten wij ook in de komende dagen van de partiële lockdown de overheid respecteren,
onze eigen hygiëne hoog houden en de regering, het COVID-19 management team en andere instanties helpen de verspreiding van het COVID-19 coronavirus tegen te gaan. En dat was Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht? Tot de volgende keer.